Hallo allemaal, maandagochtend 19 juli, iets voor zes. We tanken de trekker af, de grasmaaier zit erachter. En hier om 6 uur vertrekt mijn vader richting het land om gras te gaan maaien. En dan kan ik de koeien gaan melken. Maar dan, een paar uur later, daar staat de grasmaaier bij schoonovenservice in de schuur. En even later kom ik met een andere maaier thuis. Onze grasmaaier die begon opeens een raar geluid te maken. En toen ben ik meteen naar schoonovenservice gereden. En die zeiden, neem deze maaier maar mee. Dan kun jij verder. En hier begin ik te maaien. En dit is de plek waar mijn vader stopte toen die maaier een raar geluid kreeg. Bij schoonovenservice denken ze dat er een aantal lagers uit liggen. Dus dat is wel te repareren. De maaier is 9 jaar oud, dus dat slijtage, dat kan een keer gebeuren. Hier vult mijn zoon, terwijl ik aan het maaien ben. Het maaien met deze maaier viel me niet zo mee. Mijn eigen maaier bevalt me toch beter. En op een gegeven moment heb ik besloten om loonbedrijf Doornwaard te bellen om hulp te vragen. Deze maaier die had het erg zwaar aan dat er zo'n laag gras op stond. En mijn tweede snee die is ook erg laat gemaaid. 7 weken na de eerste. Er zit dan ook een behoorlijke laag op. 10 dagen eerder was het ook mooi weer om te maaien. Maar toen moest ik het voorbij laten gaan omdat ik ziek was. Nou, daar komt de versterking aan. Loonbedrijf Doornwaard. Met dubbele maaier. En dat gaat hard. Hij doet heel wat meer in een uur dan ik met deze maaier, want ik kan niet zo hard rijden als dat ik gewend ben met mijn eigen maaier. Hier wordt op GPS gemaaid, kaarsrecht. Is wel mooi om te zien. Mijn zoon is nog steeds aan het filmen en ondertussen maai ik ook rustig verder. En tijdens het maaien komen we elkaar tegen. Dat gaan we zo zien. En dan rond 1 uur of 1 in de middag, dan is alles gras af. Nou, loonbedrijf Doornwaard, bedankt voor jullie hulp en dat op zo'n korte termijn komt.